De Psyme-App. Herstellen van psychose gaat met vallen en opstaan. De ene dag gaat het beter dan de andere, maar vaak weet je niet precies waarom. Dat komt omdat je activiteiten en je symptomen elkaar beïnvloeden. Positief en negatief. Emoties als angst en somberheid kunnen achterdocht erger maken en stressvolle sociale contacten kunnen bijvoorbeeld invloeden hebben op stemmen horen. Prettige ervaringen kunnen positieve gevoelens versterken. Voor jezelf is het vaak niet te ontwarren hoe je uit een negatieve spiraal kunt komen. Wat kan helpen is bijhouden wat voor activiteiten je doet en hoe je je daarbij voelt. Als je dat consequent doet, krijg je inzicht in welke acties je op de lange termijn zullen helpen om je blijvend goed te voelen. Ook kun je zo te weten komen of je nieuwe medicijnen werken of dat je juist meer last van bijwerkingen krijgt. Alleen, hoe hou je je activiteit en je stemming wekenlang een paar keer per dag bij? Om je te helpen hebben we een gratis app voor je gemaakt. Simate. Simate stuurt je een aantal keer per dag op willekeurige momenten een bericht. Het vraagt hoe je je voelt, wat je denkt, wat je doet, met wie je bent en waar je bent. Je vult het in een minuut in. Simate slaat je gegevens op en verwerkt ze in je grafieken. Na een tijdje krijg je steeds meer inzicht in hoe je gemoedstoestand reageert op de dingen die je doet, zodat je meer kunt gaan doen van wat goed werkt. Dat inzicht is de eerste stap naar jouw persoonlijke herstel.